de naam dat de Noren het steeds meer noemen. En als zijtitel dacht ik, ik ga het noemen Flora van de extreme milieus. Want dat is wel eigenlijk een merkwaardig biotoop. Eigenlijk de Noordpool helemaal heeft natuurlijk alleen ijs. Maar zodra de grond eigenlijk ergens is, dan kunnen eigenlijk planten al meteen zich vestigen. En dit plaatje hier aan de voorkant laat het meteen zien. Eigenlijk steen en steen en steen. Sommige plekken eindeloos steen. En af en toe ertussen een prachtig bloeiende plant eigenlijk. Zoals Joop zei, eigenlijk doe ik al een paar jaar nu, eigenlijk 4 jaar. Dat is nu misschien dit jaar mijn 5e jaar, maar dat is nog onzeker. Eigenlijk met Maarten Lonen eigenlijk van de Universiteit van Groningen. En hij is ook verantwoordelijk bij de Arctisch Centrum. Hij loopt al, ik weet het niet hoe lang, 25 misschien jaren mee, daar op Spitsbergen, elke zomer. En hij zei al een paar jaar tegen mij van ga een keertje mee of zoiets. En daar was ik een beetje bang voor. Het feit dat ik daar kwam eigenlijk, dan ben je verkocht eigenlijk. En dan ben ik nu eigenlijk elke jaar daar naartoe. Wat Maarten voornamelijk zijn focus ligt op vogels. Eigenlijk met name brandganzen. Die eigenlijk een merkwaardig vogel, want die broeden daar. Maar het is pas, ik zou zeggen vrij recent eigenlijk. En deze grafiek laat het in feite zien. Kunnen jullie mijn muis zien overigens of niet? Nee? Ja? Oké. Dan, want eigenlijk sinds de jaren 60 begint eigenlijk die brandgans zich te vestigen in de poolgebieden. En met name omdat het gewoon simpelweg, het wordt warmer. Dus het wordt voor hun aantrekkelijker. En net als wat gebeurt ook bijvoorbeeld in Nederland met de grote toename aan ganzen, dan kom je eigenlijk eutrofiering op sommige plekken eigenlijk gaat er gewoon optreden. En dat is eigenlijk wat ik wilde kijken. Maar eerst voor de, ik denk dat iedereen weet waar Spitsbergen zich bevindt eigenlijk. Behoorlijk noord eigenlijk. In feite, als je de lengte van Noorwegen moet je nog een keer afleggen op zee, zeg maar, met Beereilanden tussen. En dan kom je pas in die noordelijkste streken van aarde eigenlijk. En binnen Spitsbergen, mijn focus ligt voornamelijk in het westkustgebied, eigenlijk centraal west om het zo te noemen. Dat is Njalesund. En Njalesund heeft eigenlijk een minuscuul dorpje, maar het is wel een dorp in de zin van het is jaarlijks, het wordt door de hele jaar in bewoond. In de winter 30 personen, in de zomer tot 140 zo'n beetje. En dat zijn eigenlijk wetenschappers voornamelijk. Toeristen kunnen wel in het dorpje, maar eigenlijk kunnen daar niet blijven slapen. Dus om naar Spitsbergen te gaan, je kan per boot. Ik neem meestal een vliegtuig, want het gaat sneller. En het prachtige van die vliegtuig is natuurlijk die landschappen die je eigenlijk al meteen aantreft als je boven Spitsbergen al vliegt, zeg maar. Dat is indrukwekkend. En dan enorm uitgestrekte gebieden. Natuurlijk in de verte lijkt het nog enkele grasprietjes of bomen sowieso. En een hele mooie landschap. Het is op Spitsbergen heel moeilijk, bijvoorbeeld op schalen. Ik zal jullie foto laten zien, bijvoorbeeld als je een berg in de achtergrond, maar in feite is die 25 kilometer verderop. Dus het is heel moeilijk, omdat het kristalhelder, het lucht is daar kristalhelder. Maar hier van dit soort mozaïek tafereel eigenlijk van tundra eigenlijk, en met gletsjer die dan smelt en die creëren beekjes. Dat maakt het eigenlijk. En dit is wat je ziet in de vogelvlucht. In de achter hier bijvoorbeeld, dat is die andere gedeelte, Edjoya. Misschien, dat is eigenlijk een veel vlakkerig stukje van Spitsbergen. Met een beetje geluk, we weten het niet, daar gaat een expeditie dit jaar, daar 140 wetenschappers hadden zich aangemeld. Een stuk of 30 zijn geselecteerd en ik heb geluk dat ik één daarvan ben. Om daar een soort bijna Darwin-Beagle-expeditie te gaan doen, maar varen naar onbekende plekken van de zuidkant van Spitsbergen om daar onderzoek te gaan doen. Maar als ik in Longyearbyen, dat is de hoofdstadje van, de hoofdstad is eigenlijk van Noorwegen, maar de grootste stad van Spitsbergen met 2000 inwoners. Dan ben ik er nog niet. Ik moet om niet alles om te gaan, moet ik nog een piepklein vliegtuigje pakken. Deze is wel een beetje spooky, want het is een paar keer gebeurd dat ik moest vliegen bijvoorbeeld. Maar ze zeiden, die wolken zijn wel heel laag, maar we weten het niet, we vliegen wel onder die wolken. En dan eigenlijk vlieg je nogal laag tussen de ijsbergen en de bergen, zeg maar. En dat is toch wel
Nou ja, ik ben blij dat die piloot zijn, zijn werk kent, want het is eigenlijk soms bellen. Ja, dan komt het opeens een hele berg tevoorschijn aan je rechterkant of iets dergelijks. Dat maakt het wel een beetje spannend eigenlijk. En heel bijzondere, ja, dat zijn van die gletsjers eigenlijk. En je ziet eigenlijk heel veel, ik zal er straks meer plaatsen laten zien, die dan ja, behoorlijk aan het verdwijnen zijn hoor. Maar als je daar helemaal boven bent, dan krijg je dit soort tafereel. Maar ja, hier geen enkele plantje te verkennen. Hoor. Dat is echt extreme milieus dan in dat geval. Wel diatomeeën, bijvoorbeeld de microscopische wereld, kan zich wel in die hele kleine poetsen, zoals bijvoorbeeld helemaal bovenaan in beeld, die blauwe vlekjes dan. En één keer geland, dan kom je eigenlijk in dit dorpje. En dit is wat ik vertel met de afstanden. Hier zit ik ongeveer misschien een kilometer verwijderd van het dorp, maar het overgang, dat is 6 of 7 kilometers verderop. Het zijn gigantische landschappen aan de oppervlakte. En hier zie je heel duidelijk eigenlijk de tundra-vorming. Nou, nu is het zo dat ik heb veel geluk, want ik mag overal banjeren. Terwijl eigenlijk is dat bij vele plekken mogen zelf wetenschappers niet. Maar voor de type onderzoek dat ik doe, kan ik een vergunning krijgen om dat te doen. Maar dat betekent eigenlijk de eerste ding dat ik dan doe, als ik daar ga, is beseffen dat je op Spitsbergen, als homo sapiens om het zo te noemen, ben je absoluut niet de baas. En dat is de reden waarom bijvoorbeeld als ik op veldwerk ga, dan loop ik met een geweer. Want ik moet zeggen, jagen is absoluut niet mijn ding, maar hier is het gewoon echt het zelfverdediging. Want de ijsbeer is een van de soorten, met de tijger, een van de twee soorten, die werkelijk op mensen jaagt. En de statistiek is zo'n beetje nu, eens in elke jaar wordt een ijsbeer geschoten, omdat die mensen aanvalt. En om de 5 jaar wordt een bioloog of een toerist opgegeten. Dat is eigenlijk... Ik hoop dat ik nooit het menu zal zijn van deze prachtige dieren, maar toch. Maar je moet er op je hoede zijn. Dat betekent eigenlijk dat ik bij dag 1 ook meteen, anders mag je het dorp niet eens uit, dan moet ik een schietcursus volgen. En nou, ik heb geluk, het lukt me om te mieken. Maar je moet eigenlijk ja, alert zijn, want zelf af en toe midden in dit dorpje, dan komt zo'n beer eigenlijk ertussen. Hier, deze heeft een tracker ook. En die worden in principe wel verjaard van het dorp. Maar bijvoorbeeld, ik ken een student die deed onderzoek naar brandganzen. Die wou onderzoek doen naar de kuiken. Maar daar kwam een beer langs, precies in het voorjaar, op het moment dat de eieren waren. Die heeft werkelijk in 2 dagen een omeletje gemaakt van 2000 eieren. Er kwamen geen enkele kuiken meer. Daar ging naar onderzoek, dus die moesten afwijken naar andere soort groepen. Zo ziet het dorpje eigenlijk daaruit. En bijvoorbeeld hier is een... afgelopen jaar was het heel vreemd, want die waren er niet, ik zou zeggen, de cruiseboten. En dat is echt bijzonder, want sommige mensen die komen hier en die doen zo'n wereldcruise. En ik sprak iemand, een keertje zo'n toerist, en die zei tegen mij van... Nou, ik hoop ooit dat ik op Spitsbergen kom, dat lijkt me leuk. En hij besefte niet eens dat hij daar was eigenlijk, omdat die houden niet in de gaten waar de boot allemaal stopt, afhankelijk van de cruise. Maar het voordeel van de toeristen in dit geval, hier in het dorp is in feite een museum, is dat eigenlijk ze betalen een tax. En ik vind dat het de Noorse overheid heel goed doet. De toeristentax die zij betalen, die wordt eigenlijk in feite in geldpot gedaan voor onderzoek. En ik kan dankzij deze potjes, zeg subsidie, eigenlijk kan ik zelf werk daar verrichten eigenlijk. De dorp van Nialesund is een oude mijn, daar die heel veel kolenmijnen zaten in Noorwegen. Ik moet eerlijk zeggen, ze laten alles liggen als een soort cultureel erfgoed. Wat mij betreft zal ik meer zeggen van laat één plek liggen zoals het is, die oude mijn, en ruim de boel voor die andere plek op. In feite is het gewoon, het is net alsof je zegt, je laat alle industrieterreinen in Nederland opeens liggen. Ook al worden ze niet meer gebruikt als een soort cultureel erfgoed. Ik denk van, nou, het is niet echt mijn ding, maar ja, zo is de Noordse politiek in dat geval. En omdat je bent op de noordelijkste gebied eigenlijk, dit is dan de noordelijkste postoffice. En je hebt overal noordelijkste iets in dat dorpje natuurlijk. En deze huizen hier worden genoemd de Londonhuizen. London omdat het gebiedje is eigenlijk het is een gebiedje aan de overkant van de fjord. Dat waren mijn huizen. En met name dat huis en dat huis, die worden elke jaar ingehuurd door de Universiteit van Groningen. En zo ziet het eigenlijk met al die dozen en alles. En van binnen ziet het een beetje zo uit. Een beetje, ik vind het wel leuk. Het is een beetje dat karige. Die ene heeft niet eens waterleiding. Dus je moet, als je wil gaan douchen, moet je ergens anders gaan douchen. Je hebt wel stroom. En met name, je hebt internet. En alles is bekabeld. Omdat in het dorpje, daar zitten 2 radartelescopen. En die zijn ontwikkeld in de jaren 60. Maar die hadden eigenlijk een geweldige golflengte gevonden voor
astrofysiek onderzoek. En dat waren de golflengten die nu worden gebruikt met wifi, bluetooth, telefoon enzovoort. Dus kortom, alles moet op flight mode. Want de kleinste printer met wifi, dan zien ze dat meteen in de radarbeelden. En maar je mag wel met kabel eigenlijk. En Noorwegen heeft van Longyearbyen een supersnel internetkabel van een paar miljoen euro dat gekost, doorgetrokken tot in het dorpje dat wetenschappers hun werk kunnen doen. En hier bij het raam zie je, ik zou bijna zeggen, het belangrijkste gebouw van het dorpje. Dat is de noordelijkste kroeg, helemaal achterin. En daar kun je ook bijvoorbeeld voor dansen of een biertje drinken en alles. En het is bijzonder, want Noorwegen is heel duur, maar Spitsbergen is tax-free. Dus eigenlijk, het is bijna gratis om daar bier te drinken. En hier is dus het uitzicht eigenlijk wat ik heb van als ik kijk van het raam van mijn kantoortje. En als ik doe de deur open en ik kijk de andere kant, dit is wat ik zie. Ik zou zeggen een soort van another day at the office. Dit is zeewater en dit is zoetwater. En dat zoetwater, daar doe ik heel veel projecten eigenlijk dan aan eigenlijk het leven van de microscopische leven. En in zeewater, terwijl je af en toe eigenlijk hier zit watervloot te kijken eigenlijk, of te bemonsteren, zie je af en toe zo'n staart van een walvis of voorbij gaan bijvoorbeeld, of een keertje in de haven vlakbij van zo'n walrus bijvoorbeeld. Het maakt het heel erg bijzonder eigenlijk. En dit soort landschappen, bijvoorbeeld die berg op hier, nou, het zeeniveau is natuurlijk op nul, maar die berg op hier is al 1300 meter. Dus het gaat heel ver eigenlijk. En dat komt omdat deze berg is bijna 20 kilometer verwijderd eigenlijk van waar ik ben. Maar omdat het zo helder is, dan blijft alles scherp eigenlijk. Dus wat ik doe eigenlijk hier is met name zooplankton. En de zooplankton, dat zijn eigenlijk de watervlootjes, maar ook de copepoot eigenlijk, de roeipootkreeftjes. En een andere clubje dat veel minder aanwezig is, bijvoorbeeld veel meer in Nederland, die heeft toch echt last van de kou blijkbaar. Dat zijn de radediertjes. En de focus ligt voornamelijk hier eigenlijk, om bijvoorbeeld een idee te geven. Bij de zooplankton, de eerste watervloot dat ik tegenkwam, eigenlijk moet ik die gaan beschrijven, want die is nieuw voor wetenschap. Dus dat laat zien, eigenlijk het kennisniveau is daar vrij laag. En aan de andere kant, de phytoplanktonkant, en met name de sieralgen, dat vind ik een geweldige clubje, want dat zijn ontzettend mooie bio-indicatoren. En zeker in Arktische gebieden, die kunnen het volhouden. En steeds meer denk ik van, om toch een ecosysteem goed te begrijpen, is de flora-kant natuurlijk een belangrijke eigenlijk, de kartering, zeg maar, van is het moeilijk? Ja, ik kom ongeveer 270 soorten tegen daar. Maar het is toch wel interessant om, net als in Nederland, bij pioniermilieu of bij bossen heb je een heel andere vegetatie, daar is het ook. Mijn doel is dus die interacties eigenlijk in feite binnen zo'n ecosysteem. Die interactie die maakt het eigenlijk, hoe ver ik nou met de impact van ganzen en met name de effect op de waterflow, maar ook op de plankton. En hoe gebeurt dat? Nou, dan ga ik in het veld eigenlijk. En dit is Maarten Lonen en dit is Sanne Moet. Een studentendame die is nu inmiddels afgestudeerd en die had de slag zo te pakken dat ze nu een promotieonderzoek doet op Groenland via een Deense team. En je zou zeggen, ja, water, zo, je hebt een beetje water, maar als je dat monster neemt, het is helemaal vol watervloer. Er is heel veel leven eigenlijk, en dat is heel verrassend eigenlijk. En zo ziet dan zo'n potje daaruit met de zwemmende watervloer. En dat kan ik dan onderzoeken, daar heb ik een microscoop daarmee genomen. En dan kan ik, als ik kijk naar microscopische beestjes, nou, dan kijk ik dat onder een microscoop en wat grotere beestjes of plantjes, dan kun je dat onder het loep kijken. En hier heb je mensen die aan de slag zijn om allerlei, steeds meer insecten komen ook die kant op, dus smeugelaren. En ik natuurlijk, dat moet ik de boel in de gaten houden. En iedereen doet gewoon een prachtig werk, dus het is gewoon heel leuk om dat te zien. En 2 jaar geleden bijvoorbeeld kwam Mara Jalsma, die deed daar een onderzoek. Dat was een nieuw type onderzoek voor mij eigenlijk, wat zij gestart is. En dat was natuurlijk dat je bijvoorbeeld verschillende aquariërs maakt, een mesocosm eigenlijk, in feite mini-meertjes. En daarin kon je bijvoorbeeld systeem kon je eigenlijk niet verwarmen en andere kon je verwarmen. En dat kon je eigenlijk ook verschillende replica's daarvan maken. Maar het bijzondere, bijvoorbeeld de niet verwarmde systeem, was een temperatuur van 8 graden. En de wel verwarmde systeem, dat was iets 15, 16 graden. En ik zei destijds tegen Marij van, dat gaat heel lang duren voordat we 16 graden bij de meren op Spitsbergen tegenkomen. Nou, datzelfde jaar zijn we op een plek geweest die behoorlijk dichtbij een gletsjer was. En het watertemperatuur daar, die was al 16 graden. En ik zei tegen Marij, die thermometer klopt niet, dat kan niet. En ze was slim genoeg om een tweede mee te nemen. En datzelfde gaf dezelfde waarde.
Dat maakt het toch indrukwekkend. Als het zo gaat, 16 graden op de Noordpool, dan denk je binnen een paar jaar, dan verwacht je palmen en kokosnoten en dan kunnen we allemaal een soort nieuwe Ibiza van maken. Dat is echt indrukwekkend eigenlijk. Wat ik ook heel interessant vind, en dat is dus de link met de plankton, is hier is het dorpje. En ongeveer 2,5 uur lopen van het dorpje, daar zit een gletsjer. En Mitre Lovenbrein. Maar vooral bij dat gletsjer, dan zie je de kleur eigenlijk hier. En allerlei meertjes hier. En toen dacht ik van, oh, als ik een beetje focus. Hier is de gletsjer van de vliegtuig, toen ik aankwam vliegen, zeg maar. En daar zie je heel duidelijk een grens hier. En dat is in feite eigenlijk de grens van 1936. Er zijn foto's die laten zien dat die gletsjer al hier was eigenlijk. En nu, door klimaatsverandering, is dat hele tafereel aan het verdwijnen. En nu inmiddels zit hij eigenlijk in de buurt van hier. Maar als je... Ik heb plotten gemaakt aan verschillende meren. En dit is dus heel dicht bij de gletsjer. Dus het is in feite eigenlijk zeer, zeer pionier. Want het is een paar jaar oud. Je kan het dateren. En daar was een van mijn eerste verrassingen. In feite kwam ik bijna geen zooplankton, fytoplankton tegen. Maar al een plantje was al aanwezig. Een hoge plant was de eerste pioniersoort. En dat was een verbazing voor mij. En dit is dan ietsje verder weg met het Franse veldwerkstation daarachter. En deze meer bijvoorbeeld hier, nou dan zie je eigenlijk, dan ben je veel verder. Het systeem is veel meer gevestigd eigenlijk. En dus daar heb ik fytoplankton, zooplankton gekeken. En hier, de vegetatiekartering gedaan. Hier is Marijn bijvoorbeeld in het veld met de gletsjer op de achtergrond. En dan krijg je bijvoorbeeld dit soort karteringen eigenlijk. Bijna niks. Alleen rocks en stones. En als je het in de zeer pionier bent. En dan heel veel plusjes en alles qua soorten. Als je kijkt je vegetatiekartering verderop. Die monsters verder. Hier ook neem ik ze mee terug naar Nederland. En dan kan ik dus aan de slag gaan eigenlijk. Van heel veel mensen die dan vogels stellen daar. Die kunnen meteen eigenlijk, ik zou bijna zeggen met de data invoer. Dan zijn ze al klaar. Bij mij, als ik de monsters heb, in feite dan begint het feestje. Ik heb een monster bijvoorbeeld. Die heb ik gevonden op een nieuwe plekje. Het meer had niks bijzonders, maar ik weet qua sieralgen, ik denk bijna 200 soorten zitten daarin. Dus ik ben even zoet om dat allemaal eerst te leren en vervolgens allemaal te gaan proberen te analyseren. En net als met planten eigenlijk, een soort van plantengemeenschappen van maken. En dit is dus nogmaals, als je werkt elke dag daar, dit zijn, ik laat jullie zien eigenlijk, als, dit is echt vanuit het dorpje, je hoeft niet ver te gaan hoor. Dit soort landschappen, dit is ietsje verderop met rendier op de achtergrond. Deze kliffen hier, daar broeden heel veel vogels. En dan zie je het meteen, die impact van de vogels. Dan krijg je, dan krijg je meer door een poep. Eigenlijk valt dat hier met het gletsjer, als die smelt in de winter van zomer. Nou ja, dan ontstaat eigenlijk, dat verspreidt zich al dat, ik zou bijna zeggen, guano. En uiteindelijk komen heel veel mos ontwikkelen. Dat een soort, eigenlijk, wat is eutrofiëring? Het is ultra oligotroof daar eigenlijk in feite. Maar de kleinste verandering, dan merk je het meteen in de vegetatie. En de rendieren profiteren daarvan. Nou, dus zo ziet ook heel veel van die tundra daaruit. Ga je op het water, dan moet je opletten met varen, want dan kom je ijsbergen tegen. En het is wel bijzonder om ertussen te gaan zwemmen. Het water, zeewater dan in dat geval, is 3 graden. Dus dan is het meteen even duiken en dan, is net in de sauna bijvoorbeeld om op te warmen. Maar dan krijg je heel bijzondere landschappen tegen. Van, eigenlijk, en die kliffen, zelf met een camera is het heel lastig. Bijvoorbeeld deze klif hier met drieteenmeeuwen, de voorkant, die komen tussen de uitwisseling van zoet en zout. Die komen er zo op plankton eten. Nou, dan lijkt het enorm. En in feite zie je het hier, deze klif hier van de ijsberg. En aan het eind is het ongeveer 90 meter hoog, bijna 100 meter. Dus het is eigenlijk heel groot. En net als hier wat ik vertel, deze 3 bergen types van Njalasund. Nou, die zijn eigenlijk van 0 naar 1300 meter weg. En dit is al ongeveer 100 meter hoge klif eigenlijk. En de tundra. Ja, dit is wat Joop eigenlijk zei. Eigenlijk die verandering in de tundra. Nou, dat is eigenlijk bijna om... je zou verdrietig, erg verdrietig van worden. Dit is een tundra die heeft het behoorlijk droog eigenlijk. Je ziet bijna geen planten meer. En kunnen graspollen of sommige of luzula bijvoorbeeld. Maar wat je ziet hier is eigenlijk die stenen hier. En je moet je voorstellen, de klei van een meer die uitdroogt. Dat klei die maakt van die scheuring, die typische scheuring. En hier valt dat sediment daarbinnen. En als het weer gaat vriezen, de stenen, de kleinste gedeelte vallen onder. En de grootste gedeelte, net als je een glas met stenen en zand doet. De zand gaat helemaal aan de onderkant en de stenen blijven geblokkeerd boven.
Dus dit is in feite wat er gebeurt. En elke keer dat het vriest, al dat sediment die dan gevallen is in die kloven, zeg maar, ook al is het piepklein, dat die duwt alle stenen omhoog. Dus uiteindelijk krijg je van hele bijzondere relief. En steeds meer en steeds meer. En uiteindelijk ben je bijna je tundra kwijt en dan komt alleen stenen voor. Nou, voor sommige mensen is het een drama als je planten kijkt, want je denkt van, daar verdwijnt een hele milieu. Dus inderdaad, iets sneller, het gaat heel snel dan. Maar voor andere mensen is dat superleuk, want je komt bijzondere fossielen tegen. Dit zijn de oudste fossielen op aarde, blauwalgen fossielen, die heet de stromatoliet. En hier is Sanne met een laagje van stromatoliet. En dan, dat was heel bijzonder, want stromatoliet is 2, 3 miljard jaar oude fossiel. Dus niet in de miljoenen. En dan op een bepaald moment zagen we een heel bijzondere ding. En ik zei tegen Sanne, nou dat lijkt bijna een dino-afdruk. En met dino is 100 miljoen jaar, dus je vervaart niet aan een laag van miljard jaar. Vervaart je geen eigenlijk dino-afdruk van 100 miljoen jaar. Wat bleek, ik maak een fotootje klaar, weet je, voor de grap. Dat was de derde of de vierde vondst van Spitsbergen, dat is er één. Maar ik weet niet meer wat die is. Ik weet ongeveer wat die is tussen een miljard stenen. En heel veel mensen worden hem gaan kijken, maar ik weet het eigenlijk niet. Het bijzondere natuurlijk van Spitsbergen zijn niet alleen de stenen en de, voor geoloog is het eigenlijk heel bijzonder. Want toen ik zei bijvoorbeeld van het dorpje zie je de overkant. Nou dat als ecoloog, nou prachtig, ik zie berg aan de overkant, mooi. Maar als geoloog, die gaat helemaal in zijn dak, want tussen de ene kant van de fjord en de andere kant is een miljard jaar verschil. Geologisch gezien is het een enorme verschil. En ik moet mijn kennis heel stevig bijspijkeren in geologie eigenlijk, om dit soort dingen te kunnen ook begrijpen. Want dat maakt het ook bijzonder voor natuurlijk geologie en de grondtype, maakt het ook heel bijzonder voor de flora. En bij die ene kant van de fjord kom je dus een heel andere tafereel dan de andere kant van het fjord. Maar niet alleen de fossielen zijn zeer warm. Dit is typisch een, ik zou zeggen, tuinvogel daar, Ivomeeuw. Blijft wel een zeldzame verschijnsel hoor. Maar als een beetje vogelaar, dan is het prachtig. Sneeuwgorse, eigenlijk een van de weinige zangvogels die daar broedt. Hier een mannetje en die, van die jong blaadjes, die gaat dat als voeren van eigenlijk, dat zijn allemaal wilgenblaadjes. Of hier van die jagers, dit is de kleine jager. En die kleine jager, dat is echt een sneaky ding hoor, want die gaat achter die vogels aan. Maar bijvoorbeeld deze driteenmeeuw, die heeft de buik vol, dan gaat hij daar achteraan jagen. Als die checkt dat de driteenmeeuw heeft de buik niet vol, dan zegt hij, bekijk het maar, ik wacht wel de volgende. Hier de veel grotere en robuuste, dat is de grote jager. Andere vogels, bijvoorbeeld in Nederland zie je ze bijna in de herfst of in de winter, van de, dat zijn de franjepoten. En zijn piepklein dobbetjes op het water. Maar als je hier, had ik een foto gemaakt van die franjepoot naast een ganzenveer. En dan besef je opeens hoe klein is dat dingetje eigenlijk. En de ganzenveer vind je er heel veel, want die brandganzen die ruien op dat moment. Dus je kan ze vangen eigenlijk door achteraan te rennen. Ze zijn helemaal niet schuw. Een brandgans die in Drenthe bijvoorbeeld al, kom je in het weiland waar ze zijn, dan vliegen ze allemaal, is ze broeden minder in het dorp. Dus ze veranderen compleet van gedrag. Hier de Noordse ster. En die broed, en hier had ik net het moment waar de jonkies kwamen langs, daar lopen ook onderzoek eraan. Eigenlijk dit soort, die eilanden waar ze broeden zijn, sommige zijn echt streng verboden reservaat. Alleen een paar mensen, waaronder geluksvogel als ik, mogen daar langs. Maar ze broeden ook midden in het dorpje. En hier is echt zo'n pasgeboren. En als wetenschapper moet je echt opletten, want die sneaky, die vallen je aan. En dat snaveltje, die is erg scherp. En die kan erg goed prikken. En hier bijvoorbeeld, compleet andere tafereel, dat zijn de klifsvogels. Nou, hier zie je overal witte stipjes en enkele vogels die broeden. Onthoud maar deze klif. En met name hier niet alleen de mensen, de meneer die hier of mevrouw die hier zijn, maar dat clubje mensen hier. Als jullie goed kijken, dan zie je daar een groepje mensen. Dan zal ik zo meteen onthouden, maar deze klif zo, dan zal ik straks wat meer vertellen. En wat zie je als klif, papegaaiduiker of dikbekzeekoeten, massaal. En die ene jaar broeden ze heel goed, de andere jaar hebben ze het veel moeilijker. Zwarte zeekoet, een hele bijzondere, met felle rode poten. En als zijn snavel op de binnenkant van de mond is ook helemaal dezelfde kleur rood. Dat is heel merkwaardig. Kleine alk, een van de, eigenlijk in feite zeer zeldzaam in Nederland, maar het is bijna de algemeenste zeevogel op aarde, zo'n beetje. Er zijn miljoenen die daar wonen. En bijvoorbeeld Inuiten, bijvoorbeeld, of mensen van Spitsbergen, die eten ze op, maar die vangen ze met netten. Gewoon met een soort van schepnet. Ze vliegen zoals een soort spreeuw zwermen en dan kunnen ze ze opvangen. Een andere type vogel, die vind ik heel merkwaardig, dat zijn wat ik noem de echte zeevogels. Noordse stomvogel. En waarom de eerste zeevogels? Omdat met dit gat bij de snavel, dan kan die zeewater drinken en spuit hij het zout eruit.
Dus dat maakt het eigenlijk een... die kunnen dus eindeloos op zee gaan. Bijvoorbeeld de drietingmeeuw, die is toch wel redelijk afhankelijk van, ook van zoete drinkwater. Dat drinken ze eigenlijk vlakbij de gletsjers, waar ze dan smelten. Hier op het nest en hier wat oudere jonkies erbij. En qua meeuwen is wel een baas daar, en dat is de grote burgemeester. Die is daar heel algemeen, maar het is echt een... Die kan zo een ganzenkuiken inslikken. Dus het is wel een grote predator voor veel vogels daar. En als je helemaal geluk hebt, af en toe dan kom je nog andere soorten tegen die voor Spitsberg ook zeldzaam zijn, zoals voorstaatmeeuw. Dat is wel een hele... Zo'n prachtig vogel is dat. Of bijvoorbeeld roodkeelduikers, broeden daar ook. Of ijseenden, hier vrouwtjes. En de eideren. En natuurlijk kom je ook zoogdieren tegen. Nou, ik skip alle soorten walvissen. Rendieren, die zijn wat kleiner dan de Noordse rendier van het vasteland. En ze eten eigenlijk, ze bepalen eigenlijk in feite hoe de tundra zo'n beetje daaruit ziet. Zeehonden, deze zeehond komt steeds meer voor, dat is de gewone. En de baardrobe hier, veel groter is nog eigenlijk, in feite is die ook veel groter. Maar ook andere soorten, bijvoorbeeld zoals de polvos. En die kan snel rennen. Ze hebben eentje gezenderd in Noorwegen, of in Spitsbergen. En een paar maanden later stond hij helemaal aan de westpunt van Alaska. Dus die had in het noorden, toen hij kon dan op ijs lopen in de winter, had hij dat hele afstand afgelegd. Hè, merkwaardig. En hier, eigenlijk is deze een beetje de pineut, want hij moet wachten. Dat is de jonkie van allemaal, van die grote broer. Die zitten daar te smikkelen van een dikbeekzeekoet. En vogels en dieren zijn daar, zoals die vossen, zijn helemaal niet schuw. En dat is dus ook het gevaar die je dan hebt. Want die is ook niet schuw. En dus ijsberen, dat is echt een... nogmaals, het is de soort, je moet echt mee opletten. En gek genoeg, als ze slapen, net als een steen, dan let je er niet op. En het kan echt... het kan gewoon gevaarlijk worden. En nu kom ik langzamerhand op de hele prachtige flora wereld hier, de korstmossen. Nou, het is werkelijk 700 soorten korstmossen. Dat is bijna drie keer zoveel als de planten. Hier met bijvoorbeeld Umbilicaria. Dat is een... die kunnen best groot worden met een talus van soms 10 centimeter. Of landkaartmos bijvoorbeeld, de Rhizocarpon. Of Xanthoria elegans, die gewoon knalrood kan zijn. En voor de flora, nogmaals, je hoeft niet ver te gaan. In het dorp, ik heb gedacht, ik ga het dorp fotograferen op plantniveau. Dat maakt ook een bijzondere tafereel eigenlijk. En hier zie je, dat is de Frans leader station, zeg maar. En hier, dan heb je heel veel, heel leuke plantjes. Hier is dat postoffice en verder achter die Londenhuizen, waar ik het zoveel over had. En deze stukje in het dorp, niemand, in feite, dat fotografeer ik vanuit een houten plank, om te voorkomen dat mensen deze zo kwetsbare tundra gaan eigenlijk helemaal beschadigen. En dan kom ik bij de hogere planten en ik dacht, hoe ga ik dat nou doen allemaal, want er zijn er zoveel. En ik dacht, ik begin met voor mij de meeste, misschien mijn lievelingste, ik weet niet of ik dat heb, maar deze zal zeker daar zijn. Dat is Silene uralensis. Een minuscuul sileentje eigenlijk, die eigenlijk een hele grote bloem heeft, die soms bijna groter is dan de stengel. En ik ga niet overal veel plaatjes van laten zien, maar bij deze gewoon, dat is zo'n schitterend bloemetje eigenlijk, dat ik denk van wow. En nogmaals, piepklein, dan praat je over een 3 centimeter hoge plantje. En als je heel goed kijkt bijvoorbeeld, kun je bijna de cellen van zien. Eigenlijk een heel groot opgeblazen bloempje eigenlijk. En hier nog. En hier. En hier. Ze hebben ook van die fijne haren waar ik heel fijn... Eigenlijk heel veel insecten blijven blijkbaar daarin strikken. Ze doen volgens mij niks mee eigenlijk. Het is geen vleeszittende planten. Maar hier blijkbaar, dat is toch funest voor enkele insecten. Maar dat maakt het wel een schitterend minuscuul plantje. Maar ik zou bijna zeggen, dit is degene die ik leukste vind. Maar de meeste bijzondere. En eigenlijk zou bijna zeggen, de stoerde plant van zoveel Europa. Of niet alleen Spitsbergen. Dat is Saxifraga oppositifolia. Deze soort hier... dit is de belangrijkste soort in de zin van die soort, dankzij de verschillende vormen dat Saxifraga kan hebben, met name met een soort van bijna uitlopers, een soort grondster eigenlijk in feite in dat soort gebieden, is
is eigenlijk die zorgt voor de vestiging van de kwelder, van de tundra. En hier bijvoorbeeld, dan zie je hem in bloei. En nou ja, van dichterbij, het is werkelijk schitterend. En nog mooier, maar vooral, en deze foto vind ik heel erg leuk. Ik ken een kennis die maakt daar promotieonderzoek van de Universiteit van Leiden over flora-kartering van de Spitsbergen. Als je goed kijkt hoe die plantje loopt op deze foto. Nou, als eerbetoon aan die plant, heeft zij daar zelf getatoeëerd op de rug. En hier is ze in de Alpen. En ze vertelde mij dat in Alpengebieden deze plant bloeit boven de 4.500 meter hoog. Daar kunnen bijna geen andere soorten, en hier zeker in dat soort hars milieu, waar eigenlijk de kou split tot aan de stenen toe, de wortelsystemen van deze plant die overleeft dat in de winter, dat is echt heel bijzonder. Een andere soort dat typisch van de tundra is voor Spitsbergen, maar die komt ook natuurlijk op andere plekken voor in Europa, Silene acaudis. En deze Silene die vind ik heel leuk, want op de manier dat die bloeit, je weet, het noorden is hier. De zuidkant bloeit altijd eerder dan de noordkant. En hier bijvoorbeeld heb je het ook hier. Dat is heel overduidelijk. Dat gewoon de zuidkant is in bloei. De noordkant zal ook later in bloei komen. Maar dan zal bijna deze uitgebloeid zijn. En als je ze kijkt dan van detail. Nou, dat is echt. Nou, dat is een prachtig bloemen eigenlijk. En daar was ik helemaal verbaasd eigenlijk over de kleurrijkdom van Spitsbergen. Want als dit hectare vol achter elkaar in bloei is, dan heb je gewoon een hele mooie paarse roze tafereel. En nu dacht ik ga de hoogste boom van Spitsbergen presenteren. Dat is zo'n beetje, ja, de hoogste boom is lastig te zeggen natuurlijk, hoe hoog zijn die bomen daar? Nou, ik zou zeggen 2 centimeter hoog. Salix, dat is een wilg, Polaris is deze. En ja, zelfs een wilkerige gastje is al hoger. Natuurlijk, de bomen, ze kunnen heel oud worden. Met name Carex bijvoorbeeld, ik zal straks over vertellen. Maar sommige podden Carex kunnen, ik geloof, tegen de 500 of 600 jaar oud worden. Dus dan zou je zeggen van dat gaat eigenlijk, maar in feite de verandering in grond, bijvoorbeeld zoals in Drenthe, dat gaat heel langzaam, dan praat je over 10.000 jaren. Maar nu opeens, dat ook systeem die gevestigd was van Spitsbergen door het, wat ik vertelde eigenlijk, van het verdwijnen van de tundra bij veel plekken, opeens wordt het grondverandering, die gaat sneller dan de planten het aankunnen eigenlijk. En hier, daar is die in bloei. En dat is het bijzondere van Spitsbergen. Dit is medio juli, lente, alles in bloei. En 2 weken later, het is herfst. Dus de bloeiseizoen is razendsnel. Dat is bijvoorbeeld als botanicus, zeg ik vaak in Europa, je zou willen dat het maand mei duurt eigenlijk 3 maanden. Want dat verandert zoveel in die periode bijvoorbeeld. Nou hier eigenlijk, je zou willen dat de tweede week juli eigenlijk 3 maanden blijft. Want maar omdat het zo snel eigenlijk gaat eigenlijk. En binnen, nou ja, daarna valt het al heel snel eigenlijk. Helemaal die herfsttafereel. Later, een paar weken later, veranderen ook nog die blad helemaal naar rood. Nou, dat wordt schitterend. Andere soortgroepen die daar ook veel voorkomen, dat zijn, Upersia. En dan niet Upersia selago, zoals die bijvoorbeeld bij Grolo daar in de buurt zit, maar dan Upersia arctica, Equisetum, en dan Equisetum variegatum, met eigenlijk heel weinig van die tandjes hier. En Dit is niet zo algemeen, maar ik denk eigenlijk meer dat die wordt veel over het hoofd gezien, want er is een andere soort die veel algemener is, Scirpoides, en die heeft veel meer tandjes hier, en die is veel algemener. En er is een derde soort Equisetum, eigenlijk, dat is onze bijna sprekende heermoes eigenlijk, en Equisetum arvense. Heel veel soorten hebben daar eigenlijk ondersoorten van elkaar. Hier ook met de Pinksterbloem, Carmine patensis, en dan subspecies Angustifolia. En in ditzelfde familie, daar zit eigenlijk een groep. Nou, ik dacht, ik ga me daarin verdiepen. Nou, hoe meer ik me daarin verdiep, hoe minder ik daarvan snap. En dan snap ik het gezegd van drabas zijn drama's. Want de drabaclubje, net als wat Joop vertelt met Lepidium bijvoorbeeld. Nou, dit zijn clubje waarvan je eigenlijk, bijna hier, in feite is het draba alpina, het zou kunnen. Je hebt eigenlijk nog zaad nodig om dat te bevestigen. Je hebt echt meerdere onderdelen nodig. En heel vaak ben je maar op 1 plekje. Hier zie je hoe groot is een draba. En dan werkelijk zo, hè. En dan hier heb je nog steeds salix. Dus laat zien hoe minuscuul zijn de wilgjes eigenlijk. Nou, hier een andere soort draba. Eigenlijk weet ik het niet. Eigenlijk, nou, nogmaals, je moet hem veel later hebben in het seizoen.
Dit is een vrij zeldzame passiflora, deze was wel herkenbaar. En er is een andere soort, ook Brassicaceae eigenlijk, die daar ook voorkomt. En die is wel merkwaardig. Dit is Braia glabella, subspecies purpura sens. En deze soort hier, hier heb je hem ook met de vruchten, dus dan kon ik het zeker weten dat het dit is. Er is één fijn plaats op het vasteland van Europa, in Noorwegen. Dat maakt deze soort eigenlijk extreem bedreigd voor Europees. En wat gebeurt er? Op Noorwegen heeft deze soort bijna het meeste beschermingsstatus. Maar op Spitsbergen is het een vrij algemeen soort eigenlijk. Dus dat betekent dat ze eigenlijk nergens wat kunnen bouwen of iets doen. Of aanpassen, ook al willen ze bijvoorbeeld een... ik zal het straks laten zien, soms huizen verplaatsen. Dan kan dat heel moeilijk vanwege de beschermingsstatus van dat pionierensoort die ook in de toedra voorkomt. Nou, de soort dat wij kennen van Drenthe, van de, ik zou bijna zeggen van de snelwegen, van die zoutminnende soorten, zoals de Deens lippelblad, dan heb je hier eigenlijk de Groenlandse, Cochlearia groenlandica. Eigenlijk ook hier, als je kijkt, je hebt daar een paar blaadjes daarvan en daar een paar blaadjes, en de rest is het gewoon heel veel keien. En alles hier nog een minuscuul sectie vragen. Potentilla. Ja, eigenlijk minuscuul, dit is eigenlijk in feite misschien 2 of 3 centimeter, maar dat bloemetje, die zijn zo knallend bij deze soort, dat is wel werkelijk prachtig. Ja, Potentilla hyperarchica. Ranunculus komen daar meerdere soorten voor, zoals Sulfureus, bijvoorbeeld, die is heel, eigenlijk vrij gemakkelijk deze te herkennen, want die heeft eigenlijk van die donkere haartjes aan de onderkant van de bloem. En je hebt een andere, die heb ik niet laten zien, bijvoorbeeld hier, zoals Ranunculus pyrmeus. Nou, zijn naam zegt het al, en dan pyrmeus voor Spitsbergen, dat betekent echt 1 centimeter hoog eigenlijk. Hier, Arenaria, en dan in dit geval Pseudofrigida. Heel mooi, er knalwit plantjes. Andere wit plantjes, die ik ook zelf heel erg leuk vind, Cassiope tetragona. Dit is als die bloeit. Al vrij snel raken ze uitgebloeid en af en toe kom je dan een soort van de parasiet eigenlijk van een paddenstoel daarop, eigenlijk meer een soort schimmel. En dat is Ixobasidium. Dit hoort niet eigenlijk bij dat ding. Dat is eigenlijk een parasitair systeem op die Cassiope. Nou, ik liet aan het begin zien Silene uralensis, dat ja... Nogmaals, waarom? Omdat ik zag hem in boeken en dacht, oh, dat hoop ik echt te kunnen zien een keer op Spitsbergen. En dan loop je daar en in feite kom je bij dag in dan dat dingetje tegen. Dan denk ik, oh, dan is mijn dag eigenlijk goed al. Een andere soort die daar ook komt ook voor, dat is Involucrata. En deze soort komt eigenlijk is zeldzaam rondom Nialesund, veel algemener bij Longyearbyen. Longyearbyen is toch een half uurtje vliegen, dus ten zuiden. En ik ben dus heel benieuwd, want ik ben, zoals ik zei, dat expeditie aan de zuidkant van Spitsbergen, daar hoop ik een keer mee te kunnen doen. Ik weet niet of het doorgaat dit jaar, dat zullen we zien. Omdat daar is de flora nog anders. En eigenlijk in het noorden, je komt natuurlijk de ik zou zeggen, koudminnende soorten tegen. En wat vind je koudminnende soorten? Dat is bijvoorbeeld in de Alpen ook. En mochten jullie zijn in de Alpen geweest, dan is Dryas octopetala natuurlijk een soort die eigenlijk vooral talrijk voorkomt daar. Nou, het is hetzelfde voor Spitsbergen eigenlijk. Dan is deze soort eigenlijk een algemene soort daar. En ik vind het prachtig. En dat zijn dus die linken tussen die echte alpien en arctische soorten. Heel veel soorten hebben de naam alpestris of dat soort namen. Een andere bijzondere soort vind ik, compleet andere groepen, papaver. En dat is papaver dalianum. En deze papaver eigenlijk is te herkennen aan het aantal meeldraden. Die heeft eigenlijk meer dan 14 meeldraden. Want er is een tweede soort die, ik zou bijna zeggen, behalve het criterium van het aantal meeldraden, dan weet ik het eigenlijk niet. En dat is deze. Die heeft dus minder dan 14. Dat is papaver cornwalliensis. Andere soortgroepen dat ik daar heel erg leuk vind om te kijken. Vroeger hoorden ze bij Saxifraga. Maar tegenwoordig zijn ze gesplit. Waarom Saxifraga? Die twee hondjes, dat is typisch de vrucht eigenlijk van Saxifraga. Hier ook bijvoorbeeld veel groter. De groep Micrantes. En Micrantes heb je daar een viertal soorten. Veel moeilijker, en ook al zijn er niet zo gek veel soorten van, Luzula, Arcuata, je hebt ook Wallenbergiana en
nou ja, Nivea. Ik moet eerlijk zeggen, hier dat gaat makkelijk, maar heel vaak zijn ze alleen op dat polletje en dan wordt het echt nou ja, pittige soorten om te herkennen. En natuurlijk, daar heb je een, ik weet niet precies hoeveel, misschien 15 zeker, soorten Carexen. En Carex fuliginosa is bijvoorbeeld één daarvan. Nardina komt in eert. Die maakt echt zo'n polletje. En ik zou zeggen, van die komt in de meeste pionieren soorten tegen. Compleet anders dan bijvoorbeeld deze. Deze soort is veel meer eigenlijk van echt oude gevestigde tundra-systemen. En hier bijvoorbeeld, dan kom je twee soorten tegen. Dit is Carex rupestris. En hier in het begin dacht ik van, hè, wat is dat nou weer? Het lijkt zo bijna zo'n soort otruba in groep eigenlijk voor Drenthe. Van die vos zeggen. Maar ik dacht, dat klopt ook niet. Die eindigen niet zo dun. En wat bleek hier? Dat stengeltje was afgeknipt. Dus waar die mannelijke gedeelten zijn, die waren opgegeten door rendieren. En dat was overal zo. Dus blijkbaar, de rendieren komen als wanneer deze is in bloei en de rest kan alsnog bloeien. En dat is Carex sactilis deze. Eigenlijk in feite een vrij herkenbare Carex vanwege die, ja, die hele zwarte urntjes eigenlijk. Andere familie van de Juncaceae. Juncus, en dat is dan Biglumis eigenlijk. Het is een, er komen een paar soorten voor, maar dit is duidelijk de algemeenste. Maar die vind ik wel heel leuk, want die maakt van die hele kleine polletjes. Zelfde verhaal hier, ik zou af en toe een lineaaltje moeten zetten. Dit is hooguit 4 centimeter hoog. Het is wel 4 keer zo hoog als Salix polaris natuurlijk. Dus het is een reusachtige plant hier. Maar het zijn wel eigenlijk nog steeds heel lage systemen. En nog lager, dus bijna dezelfde hoogte als Salix, dat is pedicularis. En dan, ik vind het een beetje verwarrend in Arctische gebieden, want dit is pedicularis hirsuta. Hirsuta uit mijn hoofd is het dat harig is, maar eigenlijk er is een andere die het niet hirsuta, maar die is veel hariger, zeg maar. Dus het is altijd een beetje van, hoe noem je zoiets eigenlijk? Als je bijvoorbeeld andere plekken wat lager in de tundra, die wat natter en duidelijk ietsje meer eutrofiering hebben, dan kom je, ik zou bijna zeggen, een Drentse tafereel tegen, vol met veenpluits. Nou, in dat geval, het is niet angustifolium of vaginatum, zoals in Drenthe, maar dat is eentje die heeft eigenlijk één stengel en dan een polletje daarbovenop. En dat is een alpine soort, ook hetzelfde verhaal hier. Dat is Eriophorum schutzeri. Maar deze komt dus niet, dat is niet de alpine variant, maar de arctische. Nou ja, subspecies arctica. Het is een prachtig plant. En zeker als je met een beetje tegenleert, dat is echt een genot om te fotograferen. Is echt, er komt twee andere soorten voor. En in Spitsbergen, hier laat ik een tweede zien, die komt veel meer in de buurt van Angustifolium. Vind ik een beetje een zielige naam, triste. Dat is een beetje in het Frans triste, een beetje verdrietig. Maar het blijft een prachtig aerioform. En nou, zeker als je die van dichterbij kent. En die heeft dus niet één polletje, maar meerdere. En dan nu kom ik bij een groep dat ik zelf eigenlijk misschien ook een van de meest interessante groepen wat ik noemde. Dat is de groep van Saxifraga. Je hebt aardig wat soorten daar. Dit is dan Cespitosa. Dat was de soort dat die eigenlijk veel voorkomt in het dorp. Kan nogal variëren. Dit is een beetje de wat rooier variant. Hier is de wat groenere. En een andere soort die ook in vele kliffen voorkomt, dat is Cernua. En Cernua, die is te herkennen hier, die heeft van die groene lijntjes en van die knobbeltjes hier heeft hij de meerdere. En daar was ik heel blij dat ik eigenlijk de super zeldzaam endemisch heb gevonden. En dat is dus niet Saxifraga Cernua, dat is Saxifraga Svalbardensis, dus endemisch aan Spitsbergen. En die heeft in plaats van groen, die heeft rode lijntjes hier. En hier heeft hij eigenlijk veel minder, 1 tot 2 van die knelle knobbeltjes. En andere soorten die veel lager zijn dan deze, want dit is toch wel een reusachtige plant van 4, 5 centimeter. Deze is helemaal op de grond. Christophe. Ja? Christophe, jouw presentatie zie ik op het ogenblik niet. Ik weet niet of Stef er wat aan kan doen, maar ik zie je nu je gezicht vol in beeld. Ik kan misschien meteen eventjes aan je zeggen dat je even op de tijd moet letten. Maar ik vind het een fantastische presentatie. En ik merk dat ook in de reacties van anderen, hoor. Het is echt adembenemend. Ik ben er bijna doorheen. Nog, ja,
Oké. Nog 20 slides. Oké. Als een snel Nog een saxifer gaat erbij, dat is goed. Oké. Zien jullie mijn beeld weer? Ja. Mooi. Dat is dus Rivularis hier. Hier een, even kijken hoor, pakt hier wel, ja, Hyperborea, nog een heel kleintje. En dan, dat zijn de wat witter aan rode, maar je hebt ook de gele saxifraga. Hercules bijvoorbeeld. De bokjes. Schitterend plant is dit eigenlijk. En of Azioides, hier. En daarna, je belandt ook natuurlijk met grassen. Ik moet eerlijk zeggen, sommige soorten zoals Festuca, dat gaat nog een beetje. Hier een bijzondere Festuca, Vivipara, die eigenlijk nieuwe zijding heeft aan de vrucht. Eigenlijk, die kiemt eigenlijk al op dat moment. Trizetum. En je hebt de groep van Puccinellia is daar echt pittig. Daar, moet ik echt, daar heb ik heel veel moeite. Maar daar ga ik me daarin verdiepen. Taraxacum, dat is dus Brachycera. Hier heb je meerdere soorten. In de Stellaria, deze is Longipes. Die heeft van die paarse meeldraden. Ceratium heb je ook. Maar dat is dan niet de Arvense bij ons, maar Articum. Maar bijvoorbeeld Bistorta, dat is wel die van ons, die Vivipara. Maar dan hier ook hetzelfde verhaal. Van enkele centimeter. Andere groep van de Rumex-groep, dat is ook Syria. Die kan soms piepklein zijn en soms heel groot. Eigenlijk dan komt veel meer in dan bekende Rumex. En wat heel bijzonder is van Spitsbergen, de blauwe planten zijn heel zeldzaam. Maar je hebt eentje als pioniergebied, die heet Mertensia maritima. Echt, hoe zou je bijna zeggen, zo'n strandsoort eigenlijk. En dit is dus met die blauwe paarse bloemetjes en hier is met zaad. Paardentom. Die zijn prachtig, echt. En ik vroeg jullie om te onthouden dat klif eigenlijk, want eigenlijk dat klif, dat laat ik hier zien, het is hier. Dat is eigenlijk Ocean South Fillet. En deze klif hier, die is ongelooflijk voor planten. En zo mooi dat je krijgt dit soort tafereelen. En dat is een flora-reservaat. Dus niet alleen een vogelreservaat, maar het is een van de weinige plekken waar het sluit een flora wat zeer streng beschermt. En dan kom je die Silenuralensis, die dan opeens hier gigantisch. Of die andere pedicularis, zoals Diasanta, die eigenlijk veel aardiger is. En je komt daar andere wilgen tegen. Die heeft een heel andere blad, reticulata, galanzeer en heel erg. Hè. En ook een soort dat je in Drenthe voorkomt eigenlijk. Je hebt de twee zelf, die goudvel, Gisospilenium alternifolium en oppositifolium. Nou, hier heb je eentje, die tetrandrum. En wat ik geweldig is, die maakt een nestje. En dit is dus het nest met de zaden eigenlijk daarin. De minuscuul eigenlijk. Zaadjes, dat is werkelijk schitterend om te bekijken. Andere zeer zeldzame soorten, Potentilla, die komen daar alleen op dat stukje voor, Potentilla insularis. En een soort die ook heel bijzonder is, Arnica, maar dan niet Montana zoals in Nederland, maar Angustifolia, die komt op twee vindplekken in Spitsbergen. Dus echt, echt zeldzaam. Maar ze is wel prachtig. Hele andere vreemde groepje eigenlijk, Tofieldia pusilia, eigenlijk bijna zeg ik zo'n look. En binnen de varen, daar was ik heel blij, want je hebt deze, Cystopteris fragilis, die ook voorkomt in Nederland. En die is zo'n klifsoort eigenlijk. En je hebt een andere, en daar moet je echt mazzel hebben, want die is piepklein, piepklein, die heet Voetia glabella. En Voetia is 3 centimeter, en oh, toen ik hem zag, 3 jaar lang heb ik hem daar gezocht. En uiteindelijk gevonden. En dit hier, dat is niet de Clocus gentian, maar het is eigenlijk dezelfde familie. Een piepklein gentianaceae. En eigenlijk met deze plantje, die zijn heel kwetsbaar. En nu ga ik ter afsluiting eigenlijk dit soort tafereel laten zien. De minder leuke kant van Spitsbergen, de klimaatverandering. Het is daar dramatisch en mensen moeten nu verhuizen. Je hebt de klimaatvluchteling, omdat mensen moeten echt hun huizen verplaatsen van honderden meter, omdat de permafrost is aan het ontdooien. En waardoor krijg je dit soort tafereel, een tafereel in Rusland bijvoorbeeld, waar mensen eigenlijk verliezen, compleet dorpen gaan weg. Door die, en dat is onoverkombaar. We kunnen heel weinig aan doen. Maar mensen moeten wel bezorgd van zijn. Dit is een meer dat ik in 2019 heb gefotografeerd om planktononderzoek te doen. Dat is datzelfde meer in vorige zomer, waar ze toen een heel record hadden van temperatuur. En dat is dus dramatisch. En om zeker om dit soort oh zo bijzondere fauna te kunnen behouden eigenlijk in het noorden, dan moeten mensen echt heel erg van bewust zijn van eigenlijk van wees alert met het klimaat. En ik zou zeggen van het kan op allerlei niveaus eigenlijk. Maar mensen moeten heel goed kijken dat we moeten goed ons best gaan doen. Willen we bijvoorbeeld zoals deze Usnea hier, heel bijzondere kosmos, willen behouden eigenlijk in de polgebieden.
En eigenlijk, dit is nog steeds mijn lievelingste plant. En bij deze wil ik mijn presentatie afsluiten. Ik dank voor jullie aandacht.